Hallo, hallo. Ik ben Arjan. Hallo, hallo. Ik ben Arjan. Hallo, ik ben Arjan. En welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Bron. Waar ik samen met Paul uit mijn aangekomen in een heel vredig uitziend dorpje. Maar hoe lang blijft dat nog zo? Ja, dames en heren, hallo. Dat was Paul. En ik ben Arjan. En waar is Paul? En waar ben je gebleven, joh? Ik loop hier. Bij de paddenstoel. Bij de paddenstoel. Welke paddenstoel? Kijk hier. Glowstone. Hier. Hallo. Waar? Hier. Waar? Hallo. Waar? Ik spring echt heel hoog. Oh, daar helemaal. Ja, oh. Ik ben echt hier. Goed. Hier. Paul, het is nu voor ons, het is nu 17 juni. De laatste keer dat wij een aflevering opnamen, dat was zeg maar halverwege tot eind april. Ja, dat klopt. En die aflevering was getiteld Wanhoop / Despair. Dat was namelijk een soort tweetalige aflevering, min of meer. Waarin wij, jij vertaalde of ik weet niet hoe het zat. Maar ik sprak eigenlijk vooral meneer Mr. Grimdead aan. Met de vraag van, wat doe je ons aan? En hoe komen we hieruit? What do you is on, Mr. Grimdes? Nou, hij heeft geantwoord. En zal ik even vrij vertaald zeggen. Ik wil ook wel voorlezen wat hij heeft gezegd, wat jij het vertaalt. Hoe wil je het doen? Ja, doe maar. Ja, dan lees ik dan het Engels voor en doe jij het even Nederlands vertalen? Oh, nee, doe jij maar lekker gewoon alles in één. Dat is leuk. Meneer Grimdes zei het volgende. Oh man, ik had tranen in mijn ogen van het lachen. Ik moest zo hard lachen. Ik heb op dit moment gewacht. Ik heb er lang op gewacht. En jullie hebben mij niet teleurgesteld. Jullie hebben het tot het eind gehaald. Yes. Wat eigenlijk betekent dat de moeilijkheidsgraad ongeveer zo moeilijk is als ik het in mijn vermogen kan maken. Het beste wat jullie zouden kunnen doen is de vredige versie van Gemini, waar we dus nu zijn, doorzoeken. En een aantal spulletjes verzamelen die rond liggen verspreid. En om je vraag te beantwoorden. Ik denk de vraag wat in hemelsnaam moeten wij doen. Ik denk dat dat onze vraag was. Ja. En om jullie vraag te beantwoorden. Het doel is om de torens af te zoeken. Van klein naar medium naar groot. Ik denk niet hier. Ik denk dat die aan de andere kant doet. Maar goed, daar ben ik bang voor. Oh, die is heel groot hier. Dan. Maar die. Het einde van het spel wacht jou op de top van de hoogste toren. Dat is die. Oké. Okay. Het open gebied in de. Kijk hoe hoog die is, joh. Hij zegt: het open gebied in de Dark World, de duistere wereld, is eng. Maar zolang je blijft rennen van toren naar toren, zijn de dingen minder slecht. Oh, god. Minder slecht. Hij zegt: je hoeft in ieder geval niet de moeite te nemen om een widderbos dood te maken. En, zegt hij: gebruik de Iron Golems. Zij staan aan jullie kant. Oh, heel veel succes, gasten. Ik geloof in jullie. En dat zegt hij dus zo. I believe in you. I believe in you. Thank you, Mr. Grimdad. Thank you. Thank you for your kind words. Dank voor je vriendelijke woorden. Nevertheless, we are going to die. Goed. A lot. Zo, ik zie daar ook een soort van. Wat is dat daar, joh? Een soort van iets. Hey, maar goed, Arjan? Deze toren. We moeten dus hier eerst gewoon even in de peaceful world op zoek naar spullen. Ja, maar volgens mij hebben we een paar torentjes gehad. Kan dat? In de dat vorige aflevering. Weet ik wel. We zijn rechtsom gegaan of zo. We kunnen wel een beetje zo rechtsom gaan. We kunnen snel genoeg zien waar we dan heen moeten. Zoiets. Ja. Kijk dan, hier is gewoon lekker aan het verzuipje aan het doen. Ja, dus allerlei torens. Maar ik denk dat hij het dus over de van kleine grote torens in de duistere wereld heeft. Dat hij het daar al heeft. Dat hij het niet over dit heeft hier. Dit is allemaal vredig. Nee, maar hier moeten we juist spullen verzamelen. Ja, hier moeten we spullen verzamelen. Dat klopt. Dat klopt. Dat klopt wat je zegt. Je hebt gelijk. Dat klopt. Dat klopt, inderdaad. Wij zijn hier al geweest, dat weet ik zeker. Dit plein ken ik. Ja. Eet je wel genoeg? Jazeker. Gebakken aardappel? Nou, gebakken aardappel eet ik. Oh. Hey, maak jij ondertussen even een muziekje? Dan zorg ik ervoor dat we niet doodgaan.
Oh, dat zou fantastisch zijn. Hoe ga je dat doen? Door spullen te zoeken die ervoor zorgen. Hallo meneer. Wij zoeken spullen om niet dood te gaan. Wacht even, hij praat natuurlijk Engels, want het is door Grinnet gemaakt. Yes. Mr. Sir. Yes? Excuse us. We are looking for stuff that will keep us alive. Alive. And won't grow our nose that big as you. No. Yes, F. No, please, don't. No. So don't lie. Otherwise, your nose will get bigger and bigger and bigger and bigger and bigger. Dus, ik denk niet dat die gasten ons echt gaan helpen, Paul. Kut de crap. Hier is een toren. Misschien moeten we daar eens even in en dan naar de dark side. To the dark side. Kunnen we via deze toren naar de dark side? Ja, ik denk dat al die torens een kleine knop hebben. Waar ben je nou trouwens? Hier, ik heb wakkertje. Ik ben de toren ingegaan. Hm? Oh, hier. Oh, dan kun je helemaal naar boven, joh. Ja, je kunt helemaal naar boven de toren. Hè. Over het algemeen, torens zijn meestal gebouwd, zodat je dan zeg maar naar boven ja, kunt. Ja, smarty pants ass. Oké, hier is een knopje. Niet omdat er eens andere mensen bij zijn stoer gaan lopen doen. Dat is helemaal nergens voor nodig. Nee, we hebben wel gelijk ook. Oeh, een knop. Ja. Van toren naar toren rennen. En weet je nog, ja, dat is lang geleden, maar er waren gifgrond was daar, zeg maar. Dat je daarop liep en dat je dan doodging. Gifgrond? Oh, ja, dat is gifgrond. En de Iron Golems, die zijn er natuurlijk om die Wither op voor zijn bakkers te slaan. Dus we moeten een beetje... Oh, ik weet het weer, ja. In de buurt van die gas blijven. Oh, pas op, val niet. Yes, ben ik yes, all right, let's go. Bam. Oeh, en nu? Wat moeten we ook weer doen? Weet ik niet. Oh, er is een gat hier. Naar beneden. Uit zicht blijven van die Wither. Ik loop achter je. Ik heb geen idee wat we gaan doen, maar We gaan van toren naar toren, denk ik. En dan... Oh, hier, deze toren zijn we al geweest. Dit is de slechte toren. Oh, dit is de slechte toren. Oh, daar komt hij aan de Wither. Wat waar? Okay. Wat? Ik weet niet waar ik heen moet, man. Nee, blijf bij die... Holy shit. Blijf bij die gasten in de buurt. Oh, wacht even. Die parkenzombies zijn ook boos. Nee, toch? Nee. Ik loop naar een andere toren, denk ik. Ik weet niet wat ik aan het doen ben. Ik ben compleet paniek. Oh, ik ben helemaal verbaasd. Ik ben bang dat ik dood. Ik ben dood. Oh nee, ik ben ook bijna dood. Oh, ik stap gewoon uit het spel. Zo dood. Dat is niet, hè? Je kan gewoon hier blijven. Oh, hier staat een bordje. Oh, het staat hard mijn geluid, jongen. Daar moet ik echt wat aan gaan doen. Iron Golem Machine. Oh, dat is natuurlijk wel... Ik weet niet wat je net zei allemaal. Dus dat is weet allemaal weg. Dus ik ga even wat aan mijn geluid doen. Die zet ik even op... wat zullen we doen? 20? Tuurlijk. Oké, nou, daar zijn we weer. Ik ben met Safe Point, hoor. Ik verwacht dat jij er ook zo bent, dus ik wacht even op je. Of leef je nog? Sta je veilig? Ja, ik leef nog. Ik sta zeg maar nu ergens bij zo'n golemmachine. Oh, dan ga ik ook naar je toe komen. TP me even anders. Oh, dat kan ik natuurlijk ook doen, TP'en. Want ik weet toch niet waar ik heen moet, dus ik loop echt in blinde paniek. Deze ga ik waarschijnlijk nog heel vaak gebruiken, dus ik denk dat ik zometeen T en omhoog en enter. T omhoog enter. Introduceer hem even bij de kijkers. Ja, dat T omhoog enter werkt als volgt. zeg maar, ik loop hier, ik ga dood. Bijvoorbeeld, ze zijn toch heel ver uit de buurt, hé? Ja. Oh, dat is goed, man. We staan hier aardig safe. En nu zijn we veilig. Pas op dat er wel varkenszombies zijn boos op mij. En daar zie ik... Oh, hier spawnt een Wither spawner. Een Wither spawner? Wacht even, dit moeten we wat aan doen. Oké. Okay. Ik ga naartoe. Ik tel af. Maar er komt er zometeen een uit, hij is al bezig. Oh, gelukkig. Oh. Pas op. Nee, ja, die zijn ook boos. Nee. Die zijn ook boos. Nee. Ja, die zijn boos. Wacht even. Nee. Oh, ik ga even in de buurt van dit ding staan. Hoe is het met die Wither eigenlijk? Oh man, mijn bloeddruk is... Oh, hij komt nu naar mij toe. Oh, golem, red me. Goed zo, red me, golem. Oh, die golem is niet... Ik heb één golem, heb ik niet genoeg aan. Ik ben dood. Oh, dat is vreselijk. Oké, okay. Was je al teruggetp'd? Wat? Was je al teruggetp'd naar mij? Ja. Ja? Oh, dan kan ik weer naar jou tp'en. Yay! Oké, hier is een huisje. Oh, wat een... En hier kwam met een varkenszombie uit, dus dat betekent dat hier een spawner... Ja, hier hè, gewoon. Echt? Oh, ze komen spinnetjes uit. Maar niet voor lang, want die is nu kapot. Waarom sla ik ze niet? Die spinnetje kan ik wel slaan. Oh, hier komen Wither skeletten op spinnen uit. Dus zeg maar... Oh, je bent erbij. Je ziet het ook gewoon. Oeh, er spant er iets. Waar? Ik krijg zeg maar zo'n Wither icoontje boven in beeld. Oh? Er is er één in de buurt waarschijnlijk. Maar ik denk dat we nog aardig safe zitten. Hoewel, ik zie die ijzer... Goh, ik moet ook zwaaien met die armpjes, joh. Hé, hier is een box. Een box, waar? Waar ben je binnen? Daar.
Die is dood. En hier. Oh, oh shit. Oh shit. Booby trap. Zo. Oh. Ik hoorde het net op tijd. Pas op, er is een varkenszombie. Die doet niks. Nee, die doet niks. Die is heel erg een opgewonden standje. Is dat. Kijk hier. Hier, hier. Een huis. Oh, wacht. Hierboven. Ja. Hierboven opspannen die varkenszombies. Is deze niet meer boos? Ik zie helemaal niks, joh. Nee, het is heel donker. Oh, wacht. Er komt een. Oh, er zijn drie ridders bezig daar. Holy moly. En die zijn nu. Maar die gaan nu weg. Die hebben ons niet gezien, denk ik. Ik hoop het niet. Waar moeten we heen? Dat weet ik niet, maar. Ik denk dat er. Ik weet het echt niet, Paul. Nee, maar jij bent zeg maar degene aan wie ik me een beetje optrek vraag. Nee. De kleinste torens moeten we doorzoeken. En dan de grootste toren. Dat zei van klein naar groot, zei hij. Maar ze zijn het allemaal even groot. Oh, ja. Oké. Okay. Welke gaan we als eerste pakken? Ja, dat weet ik niet. Het is allemaal even slecht, denk ik. Mm. Oh, die willen zijn al heel erg ver weg. En dat scheelt. Dat scheelt. Hier maken die. Maar hij spawnt dus ook boze varkenszombies. En als je die een lel geeft, dan worden al die andere varkenszombies ook boos. Dus je mag boze varkenszombies niet slaan. Oké. Okay. Zullen we hier even deze toren gaan? Of kwamen we daar net uit? Ik weet het echt niet meer. Nee, hier komen we net niet uit. Pas even op de widderspawn. Daar is nog een widderspawn, of niet? Waar? Oh, hier spawnt ook wat. Oh, niet slaan. Niet slaan. Loop even naar zo'n Iron Golem. Oh, ja, wacht. Oh, ze moeten ons. Ze komen nu allemaal. Oh jee, oh jee, oh jee. Ik doe niks. Ik sla niemand. Ah! Ik opgehoppeld. Ah nee. Dit wordt een. Ben je alweer naar mij toe getp'd? Gelukkig maar. Want. Oh, ga TP snel weer terug, want ik ben mezelf aan het redden nu voor jou. Oh, ben je terug? Ja. Dat is mooi, kom ik weer naar jou toe. Oh, het is echt heel druk hier. Ja, het is echt super druk. Ik ga ook weer dood. Oh, maar ze komen allemaal naar ons toe. Ik hoor nu ook de. Oh, ik ben ook in de buurt van Wedder. En die heeft ik loop snel aan de andere kant op. Waar zijn die ijzeren golems? Die moeten we hebben. Ja, dat zijn onze vriendjes. Ik veel, jongen. Het is één grote puinhoop. Hier is een spawner. Hier is een spawner waar jij staat. Maak hem kapot. Red ik ons. Oké. Okay. Ik ben nog steeds aan het vluchten, denk ik. Ja. Ik durf alleen niet om te kijken. Doe maar niet. Even weer rustig. Hoei. Zo. Oh, hier is nog een spawner met iets. En hier komen ook nog van die boze varkenszombies aan meer uit. Ik heb ook fakkels trouwens. Waarom gebruik ik die niet? Ik ben zo ontzettend druk dat ik vergeet die fakkels te gebruiken. Hier, een stuk, ik maak er een soort van dorpelingslantaarn van. Zie je dat? Ik zie het. Oh, fantastisch, wat mooi. Een soort van signaal van, hey. Oeh, daar komen ze aan, een paar van die dingen. Oh nee, ik sla zo'n ding. Nee, waarom doe je dat nou? Worden ze allemaal boos. Ik wou een andere spin slaan. Oh sorry. Jee, maar ze blijven nu boos op je. Lok ze maar weg. Oh, die is kapot. Heel goed gedaan. Goed hè? Heel goed gedaan. Nu vlucht ik weg. Trouwens, niet tegelijk met mij doodgaan, want dan moet ik een stukje terugsjouwen. Dat zit niet in mijn karakter. Maar ik heb ze nu allemaal achter mij aan eigenlijk. Dat is lastig op zich. Hè? Oh, ze komen. Ze snijden af. Ik loop maar rondjes. Ik weet niet even goed wat ik moet doen. Hier is een Iron Golem machine. Waarom spawnt hij? Hier spawnt hij. Jongens, sla ze. Goed zo jongens, dit is fantastisch. Ik blijf bij ze in de buurt, zijn mijn vrienden dit. Wacht even, hier is nog een spawner. Oh! Ik moet eten. Oh nee, niet gaan schieten op mij nu. Ik ben het genezen. En weg. Oh nee! Oei. Oh man, wat lastig. Oké, die golems die redden ons echt wel. Ik hoop dat jij er nog bent, want ik moet. Ja, ik zit in een kist. Oh, is het een storybox? Ja. Oh, zullen we die eens even lezen? Misschien staat boek 2 van 3. Boek 1 van 3 hebben we al gehad, hè? Die gooi ik weer terug. Ja. Gaan we nou boek 2 van 3 doen? Ik zet even het geluid zacht. Ik moet helemaal paraat. Ja, dat heb ik al gedaan. Dat scheelt heel erg. Ik ga even achter glas. Even kijken wat er hierin staat. Goed. De totems hebben mij gestuurd naar een toekomstige versie van deze wereld. De enige mooie stad is nu duister en verwrongen. Een groot gevecht wordt gevochten tussen dat wat de architect heeft gemaakt en monsterlijke wezens. Abominations. Een duistere aanwezigheid straalt uit van deze wezens. En ze roepen me. Allemaal rare tekens. Ariel. Voeg je bij ons als ons koninkrijk groter wordt. Het is een slechte wervende teksten dit. Ja, precies. Het is niet de beste tekst.
Ik moet het in bedwang houden en zoeken wat het belangrijke is aan deze plek en hoe het is gebeurd. Ik heb openingen gezien in delen van de middengrote torens. Zo. Ik moet even navigeren naar de bovenkant van die torens, nu ik nog kracht heb. Dus wat moeten wij doen? Wij moeten tussen de werelden springen en de torens navigeren. Dat is het dus. Dus je moet de toren in hier, de middengrote torens. Daar moet je de poort door. En vervolgens moet je... Moeten wij zo van de ene wereld naar de andere wereld zorgen dat we er komen. Zijn ze nog boos? Ja. Ja. Shit, hé. We zijn onze grote vrienden dan. Heb je hout? Nee, ik heb wel een werkbank. Oh, nou die is ook goed. Ja? Ik ga even een broek maken. Misschien heb ik hout in de kist hoor, dat zou kunnen. Ja, ik heb hout in de kist. Hoeveel wil je hebben? Nee, ik heb alleen een werkbank nodig. Ik ga namelijk... Oh. Ik heb diamanten hier. Hop. Hop. Goed, hé. Ik heb gewoon al dit soort spullen. Moet jij nog kleren hebben, of niet? Kleren? Heb ik nog kleren nodig? Ik heb geen broek meer. Oh. Maar ik heb wel... Maar ik kan wel even... Ik heb ijzer bij me, dus ik kan wel even een broek maken. Zo. Een broek. Om aan te doen. Ik heb ook geen helm meer. Ik ga ook een helm maken. Lekker doen. Lekker doen. Bam. Zo. Paf. Wie maakt me nog wat? He, wie maakt me wat? Nou, ik denk zij allemaal. Joehoe. Joehoe. Ik zie daar een Iron Golem machine, dus daar moet ik even naartoe. Ik ga zo meteen hier uit, als je zo ver bent. En dan ren ik recht door. Ja? Ik loop achter jou aan. Maar gebeurt niks hoor. Kijk. Zijn ze alweer rustig dan? Ja. Oh, handig. Ik heb vrienden met ze gemaakt. Oké. Okay. Spawn is gewoon golems. Spannen. Oeh. Oh, hier zijn ze. Rond. Oké. Ze komen als ze nodig zijn. Fijn. Waar is die spawner waar dat ding uitkwam? Er komt zo'n wedder schiet op ons. Een ghast is dat, hè? Een ghast schiet op ons. Gelukkig maar. Zal ik hem even neerschieten? Oh. Au. Als het me lukt, hè? Ik zeg al, zal ik hem even neerschieten? Maar ik schiet er mooi overheen. Ik kan slecht inschatten of er dingen zijn. Jij schoot beter. Mooi, hè? Ja, goed gewoon in één keer aan. Pas op, achter je! Oeh! Au! Oké, daar komen ze vandaan. Ik sta constant in de fik, joh. Daar is een spawn. Ja, dat komt dat je in vuur gaat staan. Over het algemeen, ja. Het bekend verschijnsel van vuur, dat als je erin gaat staan, dat je dan zeg maar zelf ook in de fik geraakt. Ik moet even bijhelen, hoor. Anders ga ik echt dood. Hé, de middengrote torens, Paulus. Dat zijn die dingen, denk ik. Zullen we daar naartoe gaan? Proberen te gaan? Recht voor ons daar, volgens mij is er één. Ik denk dat die middengroot is. Ja, trouwens die ook. Welke? Waar die gast omheen zweeft. Laten we een keuze maken. Nou, zeg jij het maar. Die. Oeh, schiet er. Pas op. Die, oké. Okay. Zijn er ook save points hier? Nee, hè? Die zijn er niet. Dat is erg lastig. Die Iron Golem machine wordt onze volgende pitstop. Want voor die tijd is vast weer het engs gebeurd, of niet? Gewoon even doorgassen nu. Hoppatee. Oh ja, we kunnen in één keer door. Oh jee, ik val in een soort van gat. Niks. Ik hield mij kalm. Ik stond echt op punt om weer te gillen. En dit huisje, is daar nog wat in? Behalve enge spawners. Oeh, hier spat heel veel vies. Kijk uit. Waar? Ben je er al? Momentje hoor. Oh, ik zie spawners joh. Allemaal enge spawners met enge dingen. Golems. Waar zijn die golems als je ze nodig hebt, joh? En hier spawnt een wit eruit. Oeh, die moet echt kapot. Zo is gebeurd. En hier. Is er ook nog een spawner met iets? Kapot. Oké. Okay. Als die golems nou die dingen kapot maken, kunnen wij die spawners kapot maken. Dan hebben we in ieder geval de vrijheid om lekker relaxed rond te lopen. Ik sta nu samen met zo'n widders, met zo'n varkenszombie in een gat van één been. Oh, fucking dat is... Moet ik je even komen redden? Ja. Wat zijn die coördinaten? Je kunt natuurlijk onder mij tippen, ik sta om de hoek. Nou, ik ga sowieso nu dood, dus 1, 2, half hartje, yes. Ja, ik zie het. Nou, de plek waar ik sta nu, bij de machine, daar stond het een... Ja, hieronder, of hier stond een, daar waar jij staat nu, stond zo'n machine. Zo'n wither spawner bedoel ik, zo'n grote wither spawner. Die heb ik mooi kapot gemaakt. En misschien even een toren ingaan. Ja, we moeten een toren in. Hoe gaan we dit doen? Ja, een toren gewoon inlopen. Ja, inlopen. Hier, kijk eens, we staan eronder, man. Er is geen ingang. Oh, dan ga ik even blokken pakken. Ik heb wel blokken bij me.
Okay. Ik heb 11 zand bij me en 10 hout. En ik heb heel veel keisteen. Hier, kijk eens. Bam. Keisteen. Ja, maar ik heb... Oké. Okay. Let's go. Zullen we een trap maken voor het geval dat we er straks weer in moeten? Gewoon een torentje maken. Zo. Even een fakkel ergens. Oh, hier zijn we. Oké. Okay. Oh. Ja, ik ga het toch eigenwijs doen. Ik denk dat we namelijk nog vaker hier naar binnen moeten. Ja. Hey, joh. Hoplop. Oh jee. Er komt net een widder langs. Maar die is alweer weg hoor. Oké. Ja, dat is het goed. Ik heb een soort van rare trap gemaakt waar je op eigenlijk op moet parkouren. Wat eigenlijk helemaal niet slim is. Want ik ben helemaal niet zo goed op parkouren. Hier. Ik stoot in mijn bakkers tegen de dak aan. Hoe is het daar binnen? Is het nog leuk daar binnen? Ik ben helemaal niet binnen nog. Ik ben nog niet binnen. Oké. Okay. Ik zit er allemaal... nu snap ik het. Bedrock aan te hakken. Oh. Bijzonder niet praktisch, moet ik zeggen. Nee. Nou, ik probeer dus maar niet te verzinnen om gewoon even lekker relaxed naar binnen te lopen. Oh, en nu val ik weer naar beneden. En dat is niet handig. Maar... wacht hoor. Wacht. Ik heb nu... Hé, ik kan naar binnen. Oh, ja, cool. Ik ben binnen. Cool. Oké, okay, wat moet ik doen? Weet ik niet. Ik ga naar boven. Dat denk ik. Ik denk dat we naar boven moeten. Ik heb namelijk hier... iemand gehoord. Oh ik nee! Denk... Dat is een of ander ding. Oh ja, ik heb hem hoor. Ik heb hem hoor. Oh. Het is echt donker hier. Ik maak het even lichter. Het is ontiegelijk donker hier. Pas op, spawn het. Kapot. Licht erbij. Hier nog één. Oh. Dat is ook weer spawnen daarboven. Ik zie het. Ik ben trouwens aan het verwidderen. Ja. Ik ook net. Oh, help. Ik sla niet met mijn zwaard, maar met mijn boog. Ik moet even rustig aan doen, denk ik. En een koekje eten. Of een gebakken aardappel. Pas op, hoe boos nog meer spawns. Ja. Oh nee! Kijk uit. Ga niet dood. Oh, ik vind het zo spannend. Ja, ik vind dat het best goed doen tot nu toe. We zitten in een toren. De vorige keer waren we snel in paniek. Ja. Dat we nu deze keer is het een stuk minder, hè? Maar dankzij Mr. Grindet zijn we nu al heel ver. En dankzij TP naar elkaar, dat werkt ook wel. Ja, precies, dat werkt. Nog even hoor. Even lig je erbij. Ik zag nog een spawner. Die zat hier zeker. Wat is dit? Wat is... Hier, wat is er aan de hand? Wat zit hierin? Wow, een apple of discord. Geen idee wat het is, maar... Nee! Wow, wat is het? Een gouden appel, denk ik. Maar waarvan? Van Discord. Wat betekent Discord? Weet ik niet, maar laten we maar meenemen. En al die smaragden laten we die ook maar meenemen. Voor hetzelfde is er een of andere wijze heer. Oh jee, hoor jij wat ik hoor?